Ik was de titel vergeten. Waarom wachten lichtwerkers op een wonder? Dat belooft vandaag video 3. Waarom wachten lichtwerkers op een wonder? Dit is een video die gaat over lichtwerkers, het leven van je purpose, over dienstbaar zijn, geld. En of jij werkelijk in jouw missie durft te stappen. Ga maar na. De meeste lichtwerkers zitten allemaal vast in het tekortbewustzijn. Voelen het vuur van hun talent. En komen gewoon niet over tot actie. Tot minimale actie. Of kunnen niet alles uit hun eigen investering halen. Heel veel lichtwerkers wachten op een wonder die niet gaat komen. Ga maar na. Of dat ook bij jou van toepassing is. Het lijkt wel of lichtwerkers allemaal zitten te wachten op een openbaring. Op een godsignaal. Op een, nu weet ik wat ik wil gaan doen. Nu iets groots. Iets bevestigends. Iets alsof je in je bed ligt en de wereld openspleit. En ja, er zijn mensen. De neef van mijn moeder toevallig, die heeft zo'n openbaring gehad. En toen wist hij, nu mag ik dienstbaar zijn. Maar heel veel lichtwerkers komen niet in actie. Omdat ze wachten op iets buiten hun af. Herken je dat? Wacht jij ook op die ingeving? Alsof, en natuurlijk heeft het te maken met zelfvertrouwen. Met lage zelfwaardering. Dat je wacht op iets wat groter is dan jijzelf. Maar wanneer komt nu dat contact met dat iets wat groter is dan jijzelf? God, als jij in beweging komt. Als jij ja zegt tegen jouw missie. Als jij ja zegt tegen jouw purpose. Wat ik elke keer zo duidelijk voel, is jij bent geboren voor deze tijd. Jij bent hier op aarde gekomen om in deze tijd dienstbaar te zijn. En dienstbaar zijn is een vorm van overgave. Is overgave aan de ingevingen die jouw ziel je geeft. Ga dit maar doen. Ga dat maar doen. Ga zus maar doen. En zoveel lichtwerkers zitten vast in collectieve programmeringen. Ik ben ze in mijn reis, in mijn praktijk, ben ik ze allemaal tegengekomen. Allemaal. Je mag geen geld vragen. Want je werkt met een godgegeven talent. Je moet lage prijzen vragen. Geven. Heel veel geven. Bijna niks terug ontvangen. Commentaar ook van mensen, hè? Maar dat commentaar wat je krijgt reflecteert op dat moment hoe jij zelf erin staat. Dat zijn boodschappers. En het punt is dat als je niet weet dat elke lichtwerker bijna hetzelfde pad loopt. Dat je door bijna dezelfde, weet je, zodra jij een lichtwerker noemt, of een healer, of een coach, of een wayshower, of hoe jij jezelf ook ziet, dan loop jij automatisch dat pad. Dus je loopt ook automatisch dat pad met tekort, met ik durf geen healing te geven. En als je dan zover hebt dat je healing geeft, dat je ook niet durft door te pakken. Kijk, de meeste lichtwerkers die hebben al verschillende trainingen gedaan. En als jij tot nu toe nog niet in staat bent geweest om jouw praktijk neer te zetten, dan is dat een gemis. Het is een gemis voor jezelf. Het is een gemis voor de wereld. Het is een heel groot gemis. Waar heel veel mensen onbewust op zitten te wachten, is die openbaring. Is morgen word ik wakker en dan is mijn bedje gespreid. Dan zijn er springende unicorns en God is er. En er zijn ook nog draken en engelen en die helpen mij allemaal. De realiteit is dat je door je angsten heen
gaat als lichtwerker. De realiteit is dat jij, waar jij jezelf tekort doet, in de ogen aan mag kijken. De realiteit is dat als jij die dappere stap naar voren zet, daar God klaar staat met alle hulp en met bevestiging en met klanten. En dit is een dans wat heel veel lichtwerkers schijnen te vergeten. Dat met elke dappere stap die jij naar voren gaat, er een beloning komt in de vorm van klanten, zingeving, plezier, je boodschap verspreiden. Volgende week ga ik geld clearen. Volgende week gaan we met heel veel lichtwerkers al die collectieve programmeringen, waar alle healers, waar alle lichtwerkers mee te maken hebben, die gaan we allemaal clearen. Zodat jij naar voren kan gaan stappen in hetgene wat jij het liefste doet. En dat is dienstbaar zijn op jouw eigen en unieke manier. En dat doe ik met de Sacred Activations. Die zijn superkrachtig. En sinds ik werk met de Sacred Activations, ben ik in staat geweest om mijn omzet te verdubbelen dit jaar. En wat ik elke keer zie, en dat is misschien de grootste tip die ik jou wil geven, ben jij bereid om je eigen wonder te zijn? Ben jij bereid om die boodschap die jij voelt voor deze wereld, om die nu eens echt eens neer te gaan zetten? En ben jij ook bereid om daarbij oncomfortabel te zijn? Want ik kan je zeggen, met alles wat ik doe, en ook de clearing die ik zojuist heb opgenomen, ik vond dat super spannend. Ik vond dat super spannend, maar ik weet dat ik dit moet doen. Ik weet dat ook ik elke keer weer buiten mijn comfortzone mag gaan. Dat is wat jij kan als lichtwerker. Geld is geen probleem. Geld is een illusie. En het is niet de bedoeling dat jij je power weggeeft aan geld en niet naar voren durf te stappen. Dus wil jij ook geld clearen? Wil jij naar voren stappen als lichtwerker? Wil jij niet meer piekeren? Niet meer jezelf verliezen rondom geld? Want het is niet alleen een training voor lichtwerkers. Maar ik trek nu eenmaal lichtwerkers aan voor iedereen die zichzelf wil bevrijden. En hun overvloedige zelf, wie jij al bent, die staat van zijn naar voren te laten stappen. Dat is wat die Sacred Activations doen. Die strippen alle overtuigingen waarvan je niet eens wist dat je ze had. Dat is het toffe met werken met Sacred Activations. Opeens denk je, holy, was dat wat ik dacht? Want vergeet niet dat waar jij nu in gevecht tegen bent, die overtuiging of die angst, dat is allemaal collectief. Dat is 95% overerving. Dat is wat op jouw mindset geprint is, als het ware, gewoon geprogrammeerd. En al die getalenteerde lichtwerkers, die zo sensitief zijn, die denken alleen maar, het ligt aan mij. Het ligt aan mij. Nee, er ligt helemaal niks aan jou. Het is hoe het werkt. En dat vind ik zo tof met het werken van de Sacred Activations. Want dat delete gewoon. En op een gegeven moment kom je erachter. Oeps, ik ben opeens naar voren gestapt. Ik doe nu dingen die ik hiervoor niet deed. Dus ik heb er heel veel zin in. Geld. Dat jij dienstbaar gaat zijn. Dat jij jouw leiderschap gaat claimen. En dat jouw leiderschap en zorgen niet meer weglekken bij geld. Het is een hele mooie training. En ik heb er heel veel zin in. Ik zal zo meteen de link delen. Kan je alvast kijken. Volgende week gaan we starten. Dus tot slot. Alsjeblieft. Wacht niet op een aha. Op een wonder. Op het moment dat alles, het wonder komt, als jij dapper bent en naar voren stapt. En die ingevingen die jij al hebt gekregen gaat opvolgen. Dat is wat lichtwerkers nu mogen doen. En ik ben daar om jullie daarin te ondersteunen, te faciliteren en aan te moedigen. Want de wereld heeft lichtwerkers nu nodig. Dat is precies waarvoor jij geïncarneerd bent. Dankjewel.
ga mijn dochter halen. Die blijkt opeens vroeger klaar te zijn.